Hey mensen van de ProGamer, Thomas.9. Leuk dat jullie weer naar een nieuwe video kijken van GTA 4. Ik ben Thomas en vandaag ga ik dit weer voor jullie spelen. Oké, okay, let's go. Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Гроскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, поставьте ваше сообщение и я вам перезвоню. Oké, hij is er niet. Dan gaan we deze missie doen. Is niet super ver. Dimitri. Oh, we zitten wel weer aan een lekkere mooie auto. Dat is wel één ding wat ik moet toegeven. Met GPS, dat maakt altijd alles beter. Oh, even langs Roans. Roans werkplek rijden. Ik ben benieuwd wat we hier moeten gaan doen. Oké, de Master en Molotov. Wow. Molotov cocktails. I like. Wat kijkt die sip zeg. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Fausten. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. Game, haha. Pick the game, Nico Bellic. Jij zit in een game, bedoel je? See you later. Later. Ja, we moeten altijd vuile werk opklussen, denkt hij. Nou ja. Ik vind het op zich wel leuk. Get to Faustin's Club. Oh, ik ken deze missie. Oh, ik ken deze missie. Sowieso. Oké. 18 plus. Aflevering volgens mij weer geconfirmed. Of nee. Dit is een andere club, denk ik. Ik weet niet zeker. Nee, dit is een andere club. Wat zou ik eens gebruiken? Gewoon mijn pistool weer. Nico Bellic. You and Dimitri are taking over now. This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me.
That is what Dmitri wanted when you killed Vlad. Dmitri, my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dmitri, not anyone tells me to come. You think Dmitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. You'd say black kijker. I'm not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! You fight like a boss. Beric, you're nothing, Beric. You're weak. Give up! The strong survive, and the weak die! You will see! Man, I need you! This is your last party, man! How do you want to die, sweetheart? I'm coming for you! Die, you oh shit. Nee, ik ben dood! Oh, wat heb ik vandaag? Tweede aflevering dat ik faal. Ik denk dat ik gewoon te gierig ben met mijn wapens. Kom op, en nu moet ik dat helemaal weer overnieuw doen. Fuck, man. Ah. Oké, weet je wat? Ik ga nu gewoon shotgun time doen. Get to Faust's Club. Ja, moet ik weer helemaal daar naartoe gaan rijden. Oh my god. Op man, ik vaal echt de laatste tijd kapot dat in die missies. Ja, breek maar gewoon in. Oké. Maar ja, dan moet ik maar nog een keertje opnieuw doen. Zo gaat deze serie heel lang duren als ik elke keer weer dood ga. Maar ja, gelukkig is niet super ver rijden. En ik ga het nu ook echt gewoon skippen ook. Oké. Of wat? Ik denk dat ik deze gewoon ga nemen hoor. Oké, nu ben ik het zat. Nico. I'm ready, come on! You fight like a worm, like spineless worm. Barry, now he's got a gun! You're mine! Behind something! Oké, ik moet heel zijn of doen met mijn held. Oh. Oké. Waar is hij? De hel? Pak maar alles van die noobs. Oké, laat ik maar. I've only done what I believe. None of you will survive in this country without me. This American greed takes everyone. It's like a disease. Only I am still safe. Oké, nu kan hij niet meer vluchten. Nu is hij dood.
Zo. Wat een noob. Faustin is dead. You did a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Oké, okay, ik heb nu echt zoveel mensen al lopen vermoorden in deze game. Echt niet normaal meer. Maar ja, even kijken, we hebben nu nog geen missie. En ik doe altijd twee missies. Dus ik vind het een beetje, ook een beetje gemeen als ik niet zou gaan stoppen. Dus ja. Even kijken hoor. Dan kan ik wel even zeggen hoe lang we bezig zijn. We zijn 10 minuten bezig, dus dat is weer precies maar op de helft. Alleen ja, we hebben geen missies meer. Laat ik even iemand gaan bellen. Little Jacob. Is hier toevallig. Yeah, I'm busy, come over. Ah. Oké, okay, wat gaan we dan doen in de tussentijd? Even kijken hoor. Ja, we kunnen even kijken hoor. Kunnen we even wat wapens gaan kopen? Kijken of we wat hebben geunlocked. Want ik heb $9,000. Zo kunnen we wel even wat leuks mee doen. En even ondertussen naar de radio luisteren, maar... Ja, we moeten wel een nieuwe missie krijgen. You can pwn Dimitri. Oké, dan doen we dat. Dimitri. Infiltrated into all our shitty jobs. You know, you see him outside, you know, in various hardware stores waiting to just... Dimitri, you got my money? I have it! Meet me at the warehouse of Magomed in Delta Broker. Come along. 24-7, we're on a train. Oké, okay, laat me eerst even een wapentje pakken. Oh, ik word gebeld door Little Jacob. Alright, my brother. Me and him rushing and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. Me know you're wicked, but them boys, them are some dog ass, you know. I'm not afraid of him. Yo, my eyes can't see, the heart can't leap at, you know. Me, I come with you. Where's the place? A warehouse on Mohanit. I know the one. Oké, laat me eens even kijken. Pistool. Kom back soon. Hey, snipers. Oké, 47. Oké, okay, laat dan maar zitten. Let's go out of here. En dan gaan we wel naar hem toe. Maar deze auto kan nog best wel lekker rijden hoor. Dat moet ik dan ook wel weer toegeven. Huppakee. Holy shit, dat zou je niet verwachten van zo'n autootje. Maar dit ding rijdt nog behoorlijk lekker ook. Kijk dan. Draai ook. Gewoon zo smooth. Net zoals mijn video. Nee. Had op zich nog wel mee hoor. Maar ik kan de game wel gewoon op high draaien. Nou, eigenlijk op ultra. Alles op het hoogste staat er anders. Alleen soms heb ik een klein beetje lag spikes en soms ook weer niet. Zoals nu heb ik dat totaal niet. Dus nu zie je 60 fps goed. En vaak ziet in een video ook minder dan in de, ja, dan op de computer zelf. Dat is heel apart. Bijvoorbeeld als ik Skyrim ga opnemen en ik zit in het laadmenu, dan loopt het laadmenu vast, maar op video zie je hem nog wel. Oh, oh, oh. Ja. Is goed. Ah.
Nico. Glad you can make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket, big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Well, there you are. Oké, mensen, ik ga heel even eten. Ik ben zo... Watch my butt. Come on, Nico, move in. Shit. Stop your head. I will kill you. No place you can go. Oké, iedereen hier is dood. Zo, so, yo! Oh, dat bullet. Is iedereen dood, hoor. Oké, waar is hij? Ik zie hem daar. Hoe moet ik ook nog fuck zeggen? Molotov heb ik nodig. Oh wauw, ik loop er gewoon voorbij. Kijk eens wel. Hallo daar. Bam. Oké, ze zijn allemaal dood. Oh shit. Precies wanneer je dat zegt, komen er weer meer. Holy shit man, deze war. Ah!
Boom. Okay, let's go. A med kitje. Okay, die twee rennen er vandoor. Bomba Club, Babylon! Make a step out of that place! Yo, make a go back at the camp. But not we lose Babylon car. Side? Side! Yo, find your car, get out of here. Police! Place the gun on the ground. It's over! Get out of here! Everything crashed back here. Alright, snel wegwezen hier. I'm trying to fucking lose them. Yo, we'll fuck up the game back there. What went wrong? I don't fucking know. I can't think about it now. I need to shake these fucking pigs. Hold on, just a one man down. Oh, die zit. Zie al die mensen dan. Oké, die zijn dood. You going no hard? What's going on? Ah, come on. There go. Rijden. Nu kan je ze snel kwijtraken. Ik ga wel even de snelweg op. Nee! Ah, kom op, dat meen je niet. Oké, we zijn ze kwijt. Oké, dat is best wel cool. I didn't know that Mr. Bulgarin was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. I'm gonna speak to Batman. You keep on alone, call your woman and get out of this place. Hey, thanks for your help, Jacob. One love, my brother. Met zijn Uzi loopt hij naar buiten. Gewoon voor een politieman. Oké, nou ja. Oké, we moeten eerst even Rowan bellen en daarna ga ik een eind maken aan deze video. Go to Rowan. Oké, maar dat gaan we in de volgende aflevering doen. Mensen van de Pro Gamer Toys van 9, like en abonneer voor meer. Liken doen natuurlijk op het blauw duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Doei!